Op zoek naar de spits voor het Nederlands elftal. En dan wordt de naam genoemd van de speler van Utrecht, John van Loen. John van Loen is 20 jaar oud, 1,95 groot. Een verdediger als Ronald Spelbos, die al in het Nederlands elftal staat, internationale ervaring heeft. Die is 1,92 en die heeft een hele moeilijke middag met die John van Loen. Nou, het is inderdaad zo dat van Loen erg sterk in de lucht is. Dus ik denk dat het wel van belang kan zijn in Nederland-België. Ronald, jij speelt bij Ajax, je hebt vrij veel spitsen ook ontmoet. Je kent ook de anderen allemaal die er in Nederland rondlopen. Heb jij een lijstje waarvan je zegt van dat zijn de vervangers voor Kieft en Van Basten? Nou, op de eerste plaats zullen ze dat niet aan mij vragen, wie erbij moet en wie er niet bij moet. En op de tweede plaats vind ik dat een zaak van de bondscoach. Maar je hebt toch een mening? Jawel, ik heb wel een mening erover en ik denk, nou, als je alle spitsen op een rijtje gaat zetten, dat Van Loen bij de top 3, 4, hoeveel zijn het er hoort? Je hebt in de eerste helft een moeilijke wedstrijd met hem. Dan heb je eigenlijk toch niet zo gek veel vat op hem. In de tweede helft krijg je wel vat op hem. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk het wel. Ik denk de eerste helft dat wij helemaal niet zo'n vat hadden op Utrecht. En de tweede helft, ja, door die ene achterstand ging dat toch iets beter. Ik heb op een gegeven moment gezegd, je slaat hem uit de wedstrijd. Nou, dat is dan jouw mening. Voor mij was het gewoon een duel om de bal. Heb jij dat ook gevoeld? Ja, het was gewoon een duel om de bal. Dus we gingen allebei de lucht in. Ja, en dan raakt hij mijn straat over en dan ga ik neer. Je bent 20 jaar, je speelt eigenlijk net een jaar in de FC Utrecht. Nu wordt jouw naam genoemd voor het Nederlands elftal. Vind je dat terecht of zeg je van nou, dat gaat allemaal wel erg hard? Ja, het is vrij vlot gegaan, dus ik ben pas anderhalf seizoen in de Eredivisie. En het gaat natuurlijk tot nu toe goed. Je zegt het gaat goed, maar voel je je ook als een speler waarvan je zegt van nou, ik dwing mijn plaats af gewoon in het Nederlands elftal. Ik zou niet weten wie er eigenlijk anders moet staan. Nou, afdwingen, ja. Ja, wat moet ik erop zeggen? Maar je weet of je goed voetbalt of dat je niet goed voetbalt, of je lekker voetbalt of niet? Nou, ik voel me de laatste tijd gewoon lekker dat, en scoort ook regelmatig. Maar want je maakt 9 goals, ben je nou alleen sterk in de lucht? Nee, niet alleen sterk in de lucht, dat hoeft niet. Ook over de grond ben ik nou, iets minder dan in de lucht, maar over de grond ken ik ook wel wat. Zou het je verbazen, Ronald, als Beenhakker zei van het wordt van Loen? Nou, nee, zou me niet verbazen. Heb je hem wel graag in je ploeg, hoor? Nou ja, ik vind elke speler in Nederland, het zou een schandaal zijn als je zegt, die heb ik niet graag in mijn ploeg. Dus in dit geval is dat hetzelfde. Oké, goede vriendjes weer. Uit hem vanuit Utrecht, mooi haar ook.